Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Inspiratie is voor een dichter niet steeds de meest betrouwbare partner en dan is terugvallen op vakmanschap je redding. Poëzie is een ambacht. Het advies van Philippe Hoorne is dan ook: schrijf veel. Mijn naam is Philippe Hoorne. Ik woon in Wevelgem. Ik ben dichter. Ik heb 7 dichtbundels gepubliceerd, maar was eigenlijk een laatbloeier. Ik word volgende week in november 55 jaar oud. Maar ik ben pas gedebuteerd toen ik al bijna 38 was. Ik was als kind een leesbeest. Ik las enorm veel en ik schreef ook al wel eens iets. Een soort van liedjestekst, een kort verhaal. Maar daar is nooit echt iets van gekomen dan. Dus maar die poëzie heeft altijd wel geborreld in mijn binnenste. En opeens dan, rond het jaar 2000, kwam het er in grote getale uit. En zo ben ik dus dichter geworden en ook publicerend dichter. Ik heb het geluk gehad van voor die 7 bundels een uitgever te hebben in Nederland. En dat de bundels ook goed verspreid worden. Want als je iets doet, poëzie schrijven, dan doe je het deels voor jezelf, maar ook natuurlijk voor een publiek. Dus het is belangrijk dat als je een bundel uitgeeft, dat die ook te verkrijgen is in de boekhandel. En dat die ook in bibliotheken ligt en zo. De moeilijkheden van poëzie zijn dat het is een niche kunst. Hè? Maar dat maakt het ook wel sympathiek. Iedereen kent iedereen. Maar ja, de verkoop van een dichtbundel is heel laag. Hè. Daar wordt in de media heel weinig over gesproken. Maar zelfs de bekendste dichters die verkopen amper een paar honderd bundels. Dus het is echt een niche kunst. Maar dat ja, ligt mij misschien ook wel. Hè, omdat ik als dichter ja, op een podium stappen, helemaal in het begin, was dat een drempel die ik over moest. Maar op den duur ben je zo zeker van je teksten, van je stuk, dat het ja, bijna ook een verslaving wordt om op dat podium te gaan staan. Dus ik heb er ook wel een evolutie in gemaakt. De eerste keer dat ik voor een publiek moest voorlezen, dat was in Nederland, in Delft. Dat herinner ik mij nog goed. Een heel klein café, vol met veel mensen en dan nog een muziekgroepje erbij. Maar je evolueert daarin. Wat voor mij ook ja, belangrijk is aan poëzie, dat is dat je als ware als mens jezelf al schrijvende iets of wat ontdekt. Want een gedicht is natuurlijk anders dan een roman. Een roman dat is gestructureerd. Een romanschrijver moet op voorhand weten waar hij naartoe gaat. Je kunt niet zomaar een roman beginnen schrijven zonder plan, denk ik dan. Bij een gedicht is dat anders. Als schrijvende komen de woorden, en als je dan, in mijn geval, na bijna 20 jaar alles bij elkaar legt, dan zie je dat daar bepaalde thema's in terugkomen. Dat is eigenlijk het mysterie van dichten, van poëzie, dat je op voorhand niet weet hoe dat witte blad zal ingevuld geraken. Dat is voor mij ook het wonder van de poëzie. Men zegt altijd, iedereen schrijft poëzie, velen lezen poëzie, niemand koopt poëzie. Dat wordt wel eens als boutade gebruikt. Er zijn mensen die gedichten schrijven, of die het gedichten noemen en het liefst in hun lade bewaren, dus die teksten. Maar op een gegeven moment, ja, als je de stap zet naar publiceren, ja, dan heb je ja, dan moet je insturen naar tijdschriften, dan heb je het internet, een weblog of sociale media. Dus je moet ergens proberen een publiek te bereiken, voorlezen. Ja, ik denk wie er door gebeten is en wie er
mee een publiek wenst te bereiken, ja, die moet enkele stappen zetten in die richting. De enige raad die ik kan geven aan mensen die poëzie willen schrijven, is van schrijf veel. Schrijf. Hè. En ook al levert dat niet meteen iets op. Dus je schrijft en daar komt dan wel iets uit. Ik geef ook bijvoorbeeld ik geef ook schrijfcursussen af en toe. En ik begeleid ook een poëzieatelier in Brugge. En ja, mensen moeten gewoon schrijven. En je hebt daar ook bepaalde oefeningen bij. Bijvoorbeeld een escrituurautomatiek. Is verstand op nul. En beginnen schrijven, dat is een heel goede oefening. Dat je gewoon schrijft, zonder nadenken. Ja, of gewoon met een notitieboekje bij de hand rondlopen, thuis, in de stad. En af en toe notities nemen. Want net zoals een metselaar ook stenen nodig heeft om een huis te bouwen, heeft een dichter woorden nodig om gedichten te schrijven. Poëzie is een ambacht. In die zin dat je niet alleen maar op inspiratie kan betrouwen. Ik herinner mij, voor mijn eerste bundels, kwamen die gedichten redelijk snel. Ik stond soms op, 's morgens, en ik had een gedicht in mijn hoofd. En ik had het maar neer te schrijven. Maar hoe langer dat je schrijft, hoe moeilijker dat wordt. Dus hoe moeilijker dat de poëzie vanzelf komt, hoe moeilijker het wordt om beroep te doen op inspiratie. En dan wordt poëzie wel, ja, een soort ambacht. Wat ik zelf doe met mijn gedichten is, als ik iets heb op papier, een eerste versie, dat ik die dan regelmatig polijst en bijschaaf. Dus je hebt een ontwerp van een gedicht en ik herneem dat dan regelmatig, opnieuw lezen, bijwerken, terugsluiten, opnieuw lezen, totdat je zegt van oké, ik ben tevreden. Ik werk ook volledig op de computer. Dus ik schrijf nooit met de balpen, tenzij dat ik ergens onderweg ben en een boekje bij heb om notities te nemen, dan wel. Maar ik vind schrijven met de hand niet zo leuk. Ik vind, ja, voor mezelf wat kriebelen, wat krabbelen. Het is dan ook nauwelijks leesbaar, alleen voor mezelf. Maar heel net schrijven met de pen vind ik een hele klus. Ik ben veel vlotter met het klavier. Het plezier van dichtbundels uitgeven als boek in boekvorm is natuurlijk dat je denkt als dichter dat je iets nalaat voor later na je dood. Maar dat is natuurlijk ook wel relatief, want boeken gaan niet eeuwig mee. Voor mij was het ook een beetje een schok toen ik bemerkte dat mijn tweede bundel bijvoorbeeld, de uitgeverij hield na mijn derde bundel op te bestaan. En die tweede bundel werd heel snel al uit roulatie genomen. Dus die werd verramscht, zoals we zeggen. Ja, dat was een beetje raar. Ik dacht altijd van een boek is er en een boek is er voor de eeuwigheid. Maar op den duur is het, ja, niet meer te krijgen. Natuurlijk, wat gedrukt is, dat blijft wel circuleren. En je weet als dichter niet waar liggen al die boekjes bij mensen. Die staan ergens in een kast bij iemand thuis. Dat is wel een fijne gedachte. Dat je weet van, ik heb iets bijgedragen aan, om het met een groot woord te zeggen, aan het culturele landschap.